zoals elke dinsdag is er zo dadelijk een nieuwe aflevering van Telefacts met onder meer deze onderwerp. Twee jongens uit de Kempen duiken in de drugs. Yuri ligt weken in een coma, zijn vriend Nick is dood. Hun moeders vertellen de verhalen. Sterk aanbevolen voor alle jongeren en ouders van jongeren die denken dat het hen niet kan overkomen. En waarom willen steeds meer mensen een 4x4? Meestal niet om op het terrein te stoeien, want daarvoor zijn hun ronkende stoere speeltjes net iets te duur. Telefacts meet het King of... Quickstick. De snelste fondetin die lang houdt. Nieuw Quickstick van L'Oréal. De fondetin werd heruitgevonden. Hij is snel en hij houdt. Quickstick. Hij maakt subtiel glad, nauwkeurig glad, perfect glad. Met een poederachtige afwerking die lang, zeer lang houdt. Mijn tuin blijft onberispelijk de hele dag. Echt waar? Verspil dus geen tijd met een andere fondetin. Probeer Quickstick van L'Oréal. Hij is snel en hij houdt. L'Oréal, want ik ben het waard. Verzekeringen. Vanaf nu open voor iedereen. En ik zie overal kleine mannetjes. Blauwe. En ik hoor iets van... Zeer interessant. Zullen we donderdag verder smurfen? De McSmurf van McDonald's. Daar zal over gesmurfd worden. Deze wedstrijd in Weekendknak biedt een opwindend en exclusief prijzenpakket aan. Zoek de sleutel van de 21ste eeuw. Vijf weken lang van 22 december tot 26 januari. Weekendknak. Keelpijn en logica. Keelpijn bestrijd je hier. De Orofaar Gel Solets bevatten een luchtbel. Ze zijn gemaakt om op te zuigen, niet om op te bijten. De actieve bestanddelen werken niet hier, maar wel hier. Orofaar Gel Solets, de juiste remedie op de juiste plaats. Om de nieuwe Xara Picasso in de verf te zetten, geeft Citroën u de mooiste aanbiedingen van januari. Citroën zal nog meer tot uw verbeelding spreken. Ho, ho, ho! Ontdek het wingsgevoel van Latoflex. De eerste bedvering met driedimensionale ondersteuning voor je lichaam. Werk, werk. Alsof een mens alleen maar gemaakt is om te werken. Heb jij u nooit afgevraagd of er hier niemand in huis is die misbruik maakt van uw goedheid? Chantier. Mooi. Het leven is mooi. We willen toch niet dat ik die jongen buiten zet? Ik zie allemaal sterkjes. Karottentrekkerij. Dag, Veurlei. Wie gekomen in minst bedankt, kut. En waarom spreekt de kot met hem zo raar? Zweuks bezoek bij de kot, madame. Morgen om 21:50. De raad wie je eet. Daar de schelle van de linde. Ik heb een lied. Hey baby! Ik dacht dat dat een of andere vreemde repetitie was, maar ja, dat was allemaal, hè? Een verbluffende plaatgast met Helmut Lotti en Else Schepper. Zaterdag bij VTM. De winterstop zit er voor onze voetballers weer op. En straks krijgt u in Goal een uitgebreid verslag van de wedstrijd Moeskroen-Anderlicht. Tot dan houden de journalisten van Telefax u op de hoogte van wat er in de wereld rondom ons allemaal leeft. Danny Verstraeten zit u al op te wachten en leidt zometeen deze reportages bij u in.
Telefax praat met twee moeders van twee jonge gasten die zich inspoten met drugs van slechte kwaliteit. Nick is dood, Yuri heeft het net overleefd. Geen drama uit de anonieme grootstad, maar een bad trip in de stille camper. Een wijncisterne van 5 ton wordt 2 kilometer ver gejaagd door de Franse millenniumwind. Een boot belandt plomp verloren op een oever. Frankrijk is miljoenen bomen kwijt, maar Belgische redders in nood en Chris Michel zijn ter plaatse. De wind had minder dan 2 uur tijd nodig om de ravage aan te richten. Het zal meer dan 2 eeuwen duren vooraleer de Franse bossen hersteld zijn van deze ramp. En deze auto is een salon, ontwikkeld voor slijk en rotsen, maar meestal gekocht om indruk te maken. Nu nog 4x4x100.000 frank bijeen krijgen en de wonderenwereld van de betere terreinwagen splijt voor u open. Dat zijn onze onderwerpen. Goedenavond en welkom bij Telefact. Onze zuiderburen zijn nog niet bekomen van de zware slagen.